paar minuten voor de eerste wedstrijd. Een fantastisch toernooi staat er weer te gebeuren. Hoeveel werk heb je eraan gehad om dit weer voor elkaar te krijgen? Ja, het kost altijd wel werk en uiteindelijk is het eigenlijk ook constant bezig. Het begint al in de, ja, eigenlijk in september, oktober beginnen we alweer met de voorbereidingen voor het nieuwe toernooi. Wat dus altijd het tweede weekend van augustus gehouden wordt. Richting toernooi wordt het altijd wel wat drukker qua intensiteit. Maar op zich is het met de vrijwilligers die we hebben heel goed te doen. Met hoeveel mensen organiseer je dit? Nou, onze vaste kern is 8 mensen. En vlak voor het toernooi, ja, dan wordt dat wel 20 tot 25. En dat varieert van de vaste kern, die mensen die hier wat doen, tot ook een aantal vrijwilligers die op vrijdag al de broodjes smeren voor de lunchpakketten. En de prullenbakken legen. En het gaat van links naar rechts. Dus een man of 30, denk ik wel, op de dag zelf. De ploegen die je hebt, kan je er eens de meeste uitnodigende noemen? Ja, er zitten wel wat bekende namen tussen. Kijk, de bekendste voor ons natuurlijk hier is Odin 59, laat ik daarmee beginnen. En we hebben Dem uit Beverwijk, uit de omgeving. Maar als je het echt hebt over de exoten, hebben we het over Fluminense, wat wederom gekomen is. Vorig jaar toernooiwinnaar geworden hier. Amerika, ook uit Brazilië. We hebben Woking uit Engeland. Wat ook bekend is Aberdeen, Schotland natuurlijk. Royal Antwerp, kampioen van België. Ferencváros, Hongarije, Esbjerg weer uit Denemarken. Dus wat dat betreft genoeg interessante ploegen die hier ten tonele verschijnen. Als ik dit zo hoor, bijvoorbeeld Fluminense, dat is een topclub in de wereld, mag je zeggen. De financiële consequenties daarvan, hoe wordt dat geregeld? Nou ja, wij hebben natuurlijk een hoofdsponsor, het Hoge Duin uit Wijk aan Zee. Die sponsoren door middel van, eigenlijk, ik noem het altijd maar Natura, door middel van het beschikbaar stellen van hotelkamers waar zij in kunnen verblijven. Verder, ja, hebben we geen financiële tegemoetkoming aan de ploegen zelf. Het is echt het verblijf wat we organiseren middels sponsoring. En ja, het eten en drinken tijdens het toernooi. Dus de reis betalen dit soort ploegen helemaal zelf? Klopt. De rest voor dit soort ploegen? Blijven die alleen hier dit weekend of spreiden ze dat uit over meerdere wedstrijden in Nederland of zelfs verder in Europa? Ja, net als bijvoorbeeld Ferencváros gaat weer terug. Maar echt Zuid-Amerikaanse ploegen, de Brazilianen, die smeren dat uit. Dus zoals jij zegt, over heel Europa om daar een tour te maken, meerdere wedstrijden te spelen. Dus die combineren dit toernooi in hun voorbereiding op het nieuwe seizoen met andere wedstrijden in andere landen in Europa. Ed, tot slot. Ik heb begrepen dat hier van heel veel verschillende verenigingen, scouts rondlopen. Melden die zich aan? Komen die zelf? En wie zijn het? Nou ja, die worden aan de voorkant worden die in contact gebracht met Marcel de Snaaier, die eigenlijk ook de afspraken met de teams maakt. Dus ze kunnen zich van tevoren melden ze zich aan, dus we weten wie er komt. Dan liggen hier ook al de spelerslijsten klaar van de elftallen, zodat ze weten wie waar speelt met welk rugnummer. Dat is natuurlijk voor hun interessant om te weten. Ja. Ja, en als je dan kijkt, ja, welke scouts komen er? Ja, dat is ook internationaal. Het gaat van Manchester United tot Ajax. FC Utrecht hebben we hier gehad. Ja, dat zijn allerlei betaald voetbalorganisaties die hier de dagen komen scouten om te kijken of er een interessante speler tussen zit. Het geeft dan ook wel aan wat voor niveau dit heeft, hè? Klopt, inderdaad. Ja, want er zitten een aantal spelers bij die in de jeugd vertegenwoordigende elftallen van hun land spelen. Die hier komen voetballen dit weekend. Oké, ik wens jou heel veel succes deze komende 2 dagen. En we gaan het meemaken wat er ook eens vanuit dit toernooi naar de betaalde voetbal gaat. Helemaal goed.